Hoi hoi, super leuk dat je weer kijkt naar een video van mij op de donderdag. Ik ga vandaag wat anders met jullie doen. Ik ga namelijk de What's on my iPhone challenge met jullie doen. Oké, top. Ik trek te hard aan mijn computer. Dus mijn computer valt uit. Oké, daar gaan we. Nou, wat jullie zien is een nieuwe Couture lentecollectie. Nou, dan kom je op mijn achtergrond. Ja, dat was in Italië. Bij Florence waren we naar een fabriek geweest met management, dus met Amfi management. Wat is de laatste afbeelding tussen je foto's? Nou goed, dat is gelijk een hele gevoelige, want ik heb echt serieus geen idee. I like clothes, but I like what they tell me about the person even more. Ik doe modeopleiding, dus ik vind kleding heel leuk. Maar ik vind vooral leuk het aspect dat eigenlijk wat mensen aan hebben, zegt veel meer over hoe diegene is qua persoonlijkheid. Dat is eigenlijk letterlijk vertaling van dit. Maar dat vind ik dus gewoon heel interessant en daarom past deze tekst wel goed bij mij. Oké, dan komen we bij mijn WhatsAppjes. Dan zie je hier groep semester 4. We hebben morgen een presentatie op school en daarvoor moesten we een verdeling maken wie wat tijdens de presentatie gaat vertellen. Nou, dat hebben we dus hier gedaan. Wat is de meest nutteloze app die ik heb? En dat is als ik naar de sportafdeling ga, dan kom je bij Apps Workout. Ja, hier. Ik krijg zelfs binnen, wil je Apps Workout gebruiken met Siri? Dus dat betekent dus dat ik er echt heel lang niet op heb gezeten. Ja, nou, dit heb ik dus een tijdje gedaan. En dan kan je dus verschillende soorten oefeningen doen. Ja, dat was eigenlijk top. Maar wat ik nu doe, dat staat hier. Ik sport bij Basic Fit. En dan volg ik virtuele lessen. Dus dan ga ik bijvoorbeeld hier even naar het rooster. En daar kijk ik dan op. Dus die gebruik ik dan wel weer goed. Het is wel een sportapp, dus een compensatie. En dan kan ik hier zien welke lessen er nog komen. Ja, dus dat is toch wel iets goeds. Goed, te lang over sport. Door naar het volgende onderwerp. Dat is sowieso WhatsApp. Dat is natuurlijk logisch, want daarmee communiceer je. Ja, ik hou gewoon van Instagram. Dat komt door de afbeeldingen. Ik vind foto's, wat ik zei, al superleuk. Dus ja, nou ja, daar is Instagram gewoon top voor natuurlijk. Ja, Snapchat. Vind ik ook heel leuk, maar dat komt vooral om... Oké, ik ga het even doen. Filtertjes vind ik super leuk. Ah, dit is echt een leuke filter. Oh ja, mijn nieuwe, kijk, mijn hartjes. Ja, filters vind ik dus heel leuk. Kijk, hier staat het kopje fashion. Daar staan er 6 onder, dat vind ik zelf niet heel veel op zich. En ik gebruik daarvan ook maar 2 het meest. En dat zijn ASOS. Dat is puur omdat het heel goed visueel te zien is. En eigenlijk de iets professionele manier, iets luxere merken, die vinden we op Net-a-Porter. Vind ik visueel ook heel mooi. Dat zie je hier bijvoorbeeld, oké, London Fashion Week. En dan kan je kijken. Dan zie je gelijk wat daar gedragen werd. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe dan gelijk een blauw duimpje omhoog. Voor mij eentje, voor jou eentje, wat je wil. En als jullie dit dus een leuk filmpje vonden, hebben jullie dan al de filmpjes van gisteren en eergisteren gezien van Julian en Jane? Als jullie dat nog niet hebben gedaan, foei, dan moeten jullie dat nu doen. Want dat kunnen jullie heel makkelijk doen door hier en hier eventjes op te klikken. En gelijk eventjes hier zo te abonneren. Ook gewoon klikken, super simpel. En dan zie ik jullie volgende week donderdag weer. Zelfde plek, zelfde tijd, hier op dit kanaal. Ik bedoel niet dezelfde plek, want ik denk niet dat ik hier zit. Maar ik begrijp wat ik bedoel. Doei!